staan hier in de winter, het is koud. Maar ik begrijp dat u eigenlijk al heel lang van tevoren hiermee bezig bent. Wanneer begint het organiseren van deze slipjacht? Nou, we beginnen meestal in het eind van de zomer, begin van de herfst. Dan gaan we even de route bekijken. Even kijken of de route hetzelfde kan zijn als vorig jaar. We beginnen met de landeigenaren te benaderen. En even te spreken of ze dezelfde route, of dat kan. En meestal is dat zo. Als het niet zo is, dan geven ze meestal zelf een alternatief aan. Daar beginnen we mee. En daarna gaan we kijken welke vergunning wij nodig hebben. Dan volgt ook snel het gesprek met Huis Berg om de datums te bepalen. Meestal is het 30 december. En ik zie overal bepaalde lintjes. Is dat ook iets wat u regelt? Ja, dat is eigenlijk de route. De route wordt aangegeven met rood-witte linten. Dat noemen wij de route voor het springend veld. Dat wil zeggen de mensen die ook in staat zijn om hindernissen te nemen. Een boomsprong of over een sloot. En die volgen de route die uitgelint is met rood-witte linten. Ja, en bent u daar dan in één dag mee klaar, zo'n het uitzetten van de linten? Nee, we zijn met de bouwploeg en met het organiseren zijn we toch wel een dag of vier mee bezig om de route uit te linten, de draden open te maken, hindernissen te fatsoeneren, kijken of die veilig zijn. En dat zijn we wel een dag of vier mee druk. Ja. Ik heb begrepen dat u de huntsman bent. Kunt u uitleggen wat dat inhoudt? Nou, ik ben dus Frank Teunis. Ik ben in dienst van de jachtvereniging Soestdijk. En mijn taak is dan om de honden te verzorgen thuis en de paarden. Om hoeveel jachthonden gaat het? Ongeveer goede 45 honden hebben om mee te werken, waar je het seizoen mee gaat. Maar nu zitten al 25 honden thuis weer, die al klaar mee zijn maken voor het seizoen erop. En het seizoen begint van september tot half april. Dus die komen nu weer in training, die jonge honden. We gaan met alle honden gewoon op de weg met de fiets, met 3-4 man. Gaan we bij de kennels vandaan en dan ongeveer een half uur in de zomer, maar zo in de winter een uur fietsen. En zo'n jonge hond wordt dan, om te leren, gekoppeld aan een oude hond. Ze gaan allemaal los mee. En zo'n jonge hond wordt eraan vastgemaakt met een halsband. En dan gaat die 14 dagen vast, een stukje los, weer los, vast, los, vast. En dan bouw je dat op. En na een maand hebben ze een beetje in de gaten dat ze bij elkaar moeten blijven. En dan pak je weer nieuwe. Dus telkens een 5 honden heb je erbij die dan telkens rouleren. Tot ze klaar zijn. Jan-Piet, wat was je in het land aan het doen? Wij waren het spoor aan het uitzetten. Zonder spoor geen vossenjacht. Dus wij beginnen zeg maar een uur voordat de ruiters en de honden het veld ingaan. Beginnen wij met een aantal mensen het spoor uit te zetten, zodat zeg maar, de ruiters uiteindelijk uiteindelijk ook de honden het spoor gaan ruiken. En we doen dat met ons een slip. En die slip, zo noemen wij hem, die is gedrenkt in de vossenurine. Vossenzeik zeggen wij natuurlijk gewoon plat. Maar dat gebruiken we omdat dat de meest scherpe lucht afgeeft. En die lucht die blijft heel erg lang hangen, zodat de honden makkelijk het spoor kunnen ruiken. Waar moet je aan denken bij het uitzetten van zo'n spoor? Wat wij vooral rekening mee houden is met de wind.
Met de bodemgesteldheid, is het bevroren, is het nat, is het droog. Waar we rekening mee houden is met de verkanting van bossages of van slootkanten. En uiteindelijk maakt dat, zeg maar, als wij dat daar rekening mee houden, maakt het spoor zo lang mogelijk blijft liggen. Zodat, zeg maar, de honden voldoende gelegenheid hebben om het spoor weer te kunnen ruiken. En waarom maak je eigenlijk een zigzagbeweging? Uiteindelijk maken we de zigzagbeweging om de snelheid van de honden wat omlaag te brengen. Dus de snelheid van de honden is soms zo hoog dat een aantal ruiters het misschien niet bij kunnen houden. Waardoor wij, zeg maar, genoodzaakt zijn om dit spoor, zeg maar, te zigzaggen en de snelheid van de honden uiteindelijk iets omlaag gaat. Hey, zipper, kom maar! Kom uit! Zipper, hup! Zipper, kom maar! Uit! Oh,
Jullie zijn al 25 jaar gastheer en gastvrouw voor de Rundstop. Wat houdt dat in? Nou, de Rundstop is dat ze hier eventjes rusten. De paarden moeten even rust hebben. En de ruiters die gaan even wat drinken en soms ook wat eten. Nu was er bijvoorbeeld kerstbrood, heb ik gezien. En wat hapjes van kaas en worst. En nou ja, het is ook even voor de paarden dat die even een moment rust krijgen. Want het is natuurlijk een behoorlijk zware belasting voor die paarden. En dan gaan ze weer verder. En wat maakt dat jullie het eigenlijk zo leuk vinden om gastheer en gastvrouw te zijn? Nou, om mensen de gelegenheid te geven te zien en dat te beleven. En wij zijn dus niet alleen voor de koeien, maar als het land voor andere doeleinden kan worden gebruikt, voor recreatie, dan kan dat ook. En wat vind jij leuk aan de gastvrouw te zijn? Nou, ik vind het gewoon gezellig. Eerst komt de organisatie eens even binnen en dan praten we de boel door. En ja, het is ook een heel mooi gezicht. Als je de paarden aanziet komen van achteren met de ruiters erop en die mooie rode jasjes aan. Dan ja, en de zon schijnt. Ja, dat vind ik gewoon geweldig. Vind ik heel mooi om te zien. Het is gewoon iets leuks. En de koeien zijn uit de wei. Dus ja, het is een mooie gelegenheid voor deze slipjachtruiters om dit zo te doen. Hoi. Hoi. Hoi.